met koninklijk bezoek vanavond. U zag onze koning en u ziet hem nu ook zitten op de tribune. Dat maakt het allemaal nog een beetje feestelijker natuurlijk, Gilles. En hier gaan we naar de opstelling zien van de Belgen vanavond. Die het zullen doen in een onuitgegeven driemans achterhoede. Ik had het er net nog over met de bondscoach. En dan zien we dat Castagne plaats inneemt in plaats van de geblesseerde Toby Alderweireld. Dat Meunier dan ook doorschuift. Dit zijn de elf van Estland met niet zoveel verrassingen. De doelman die we wel kennen, Karl Heijn, die is er niet bij. De man van Arsenal, wel Igonen vandaag. Staat een driemans achterhoede, maar we mogen aannemen dat ze wel met vijf zullen spelen. De meest bekende speler is Sapinen eigenlijk, maar die zit dan op de bank. Ja. Ouais, ces deux défenseurs estoniens, la Tam et Metz, je vous l'ai dit, plus d'un mètre 90, mais face à eux, il y a quand même un Benteke qui est probablement l'un des meilleurs joueurs de tête de la Première Ligue. Van Aken également. Ouais, Van Aken a déjà marqué quelques buts de la tête. Excellente ouverture là-bas en direction de Carrasco. Allez, 10 minutes de jeu. Il ne manque qu'un but au diable. Oh, le but. Voilà. Merci de gardien. Christian Benteke. 1-0 pour les Diables après 10 minutes. Merci effectivement à Igonen, le malheureux sur ce coup-là, qui nous offre le but d'ouverture. Quelle bévue du gardien Igonen. Bijna een kwartier gespeeld. Belgen op voorsprong en een goede kans op 2-0 met De Bruyne. Oh. Nog niet helemaal gedaan, nu wel. Igonen duwt de bal tegen de paal. Heerlijke bal van De Bruyne, net niet in de hoek. Net niet voldoende naar het hoekje, maar prachtig getrapt. En dan nog gelukkig die doelman van Estland die zijn foutje op deze manier wel deels goed maakt. Heel in balbezit. Goed gezien van Benteke, want Meunier staat daar vrij voor de voorzet. Benteke zelf tegen de paal! En de rebound is... Dat is de kwaliteit van Benteke natuurlijk, Jan. Die voorzetten benutten op deze manier richting doelkoppen. Daar is hij zo goed en zo sterk in. Perfecte voorzet. En dan wint hij vrij makkelijk dat duel. Alleen pech bij de afwerking dat die bal op de paal gaat. Il y a du contenu. Van Aken. Il y a du mouvement. Il y a des occasions. Benteke encore. La frappe! Igonen. Superbe arrêt. Eh bien, c'est 21 premières minutes sous le sceau d'un Christian Benteke. Très présent dans le rectangle. Là où on l'attend. Un but, un poteau. Et encore une belle action ici. Meunier. Benteke kaatsen met Carrasco, die gaat trappen. Knappe goal. Yannick Carrasco, 2-0. De zekerheid is er nu wel. En een fijn doelpunt van de Rode Duivels. Ja, goede combinatie. En dan Benteke als steun, als station daar om te kaatsen. Ja, een koninklijke goal. Hij legt hem goed af en Carrasco net als in de eerste helft, waar hij ook eens van op afstand probeerde. Maar toen ging het huis nog over. Deze keer wel een hele knappe trap. Even zien of de bal van richting verandert, maar perfecte trap in het dak van het doel. Hazard dans le petit espace. Oh, elle est magnifique cette passe pour Benteke qui laisse filer Carrasco. Eden qui n'a pas pu envelopper. Mais il était à l'origine et à la conclusion de cette phase. Techniquement, c'était parfait. Vous l'avez dit au départ et à l'arrivée. Il croque un peu sa frappe. Oui. Een beetje écrasé, comme ça. Toch helemaal fit, Courtois. Gisteren skipte hij de training. Had ook wat last van de knie bij dat duel Barcelona, maar allemaal goed gekomen. En opletten nu, want daar is Sapinen weer. En Courtois zo waar en de goal van Sorga. Opnieuw Sorga en 2-1. Ja, de Belgen die zich een klein beetje in slaap lieten wiegen. En, de Esten worden nu toch wel heel snel beloond. Niet dat ze zoveel kansen kregen, maar je voelde wel een klein beetje druk van de Esten. En op zich voor de wedstrijd niet verkeerd. Voor de Belgen is natuurlijk wel een ander verhaal, maar... Dorgan, avec Mertens. Mertens, c'est bien vu. De Bruyne qui fait sauter sa second poteau. Ça doit être goal! Yeah! 3-1, mon cher Vincent. 3-1, ouais, c'est Torgan qui nous met ça. 3-1, j'ai oublié le but estonien, qu'importe. Ballon déposé par De Bruyne. Break est refait. Voilà l'assist de Kevin De Bruyne dont on parlait tout à l'heure. Et pour Torgan, quelques minutes au jeu. Et le voilà décisif. La course de De Bruyne qui au départ n'est pas dans cette portion-là du terrain.
C'est parfaitement joué de la part de Mertens. Quel caviar, quel caviar. Et il y a Benteke qui fait un bel écran. Et on n'oublie pas qu'au début de la phase, il y a déjà Thorgan Hazard hein, dans le rectangle. Mais alors là, ce petit ballon déposé, Higonen ne peut voir que le ballon finir au fond sur cette tête. Origi, de Ketelaar. De Ketelaar legt die bal goed klaar. En het is Salemakers die hem in de hoek legt. Achterloos. Voor 4-1. Achterloos met de buitenkant van de rechter. En ze houden dan toch nog wat voor het einde van deze wedstrijd. Maar er is blijkbaar gefloten ja. Voor een fout. In eerste instantie denk ik dan aan Origi. De manier waarop de Belgen daar in balbezit bleven. Er komt een goalcheck. Je ziet het ook aan de scheidsrechter dat hij toch nog eventjes... Maar was wel een knappe afwerking van Salemakers, zeg. En er zijn er die verhaal gaan halen, maar uiteindelijk is het dan toch een afgekeurd doelpunt van Alexis. Bien voilà, c'est le coup de sifflet final, Philippe. Sur cette frappe d'Origi, les Diables Rouges s'imposent 3-1. Qatar, nous voilà, 14e participation des Diables Rouges à une phase finale de Coupe du Monde. C'est désormais une réalité. Ne boudons pas notre plaisir, mon cher Phil. C'est la 5e fois consécutive que les Diables se qualifient pour un tournoi majeur, Euro ou Coupe du Monde. C'est une performance à ne pas banaliser. Soyons heureux ce soir de ce qui s'est produit sur la pelouse et dans cette campagne.